مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en heren luisteraars, van harte goedenavond en welkom tot deze woensdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkanska, Laat Jorkel. Dit is de aflevering voor woensdag 14 oktober 2020. Kal A. Jorkel wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook live te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube source, is dat in RBN Suriname. Deze uitzending is ook te zien via Facebook. Daarvoor gaat u naar Alpha Channel Suriname Facebook. En online is deze uitzending te beluisteren via dbsuriname.com. Landelijk in Suriname is Rashid Pirkanska Lajorkel vandaag te zien via Alpha Televisie, kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pirkan, ik presenteer u deze uitzending en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Vandaag hebben we als gast, onze eerste gast in ons nieuw seizoen in Rashid Pirkans Kalajorkal, hebben we de minister van Financiën, minister Armand Agaibersing. En ik heb als eerst gekozen van alle 17 ministers om eerst met naar mijn, in mijn ogen, de belangrijkste minister eerst te praten, de minister van, populair gezegd, geldzaken. Maar hij is de minister van Financiën en Planning. Minister Agaibersing, welkom in Rashid Pirkans Kalajorkal. Dank u wel, meneer Pirkan. Een paar keer heb ik u gezien en ik maakte altijd een grap met u. En u had een tas en ik vroeg altijd, wat heb je in die tas? En je zei me, alleen schuldenpapieren. Laten we beginnen. Hoe groot zijn die schulden van ons land? Behoorlijk groot, meneer Pirkan. We moeten denken aan een paar miljard US dollar. In de orde grootte van tegen de 3 miljard US dollar aan schulden. Zijn dat de buitenlandse schulden of zijn die lokale schulden ook? Lokaal en buitenlands. Dus totaal hebben totaal meer dan 3 miljard aan buitenlandse schulden. Okay. US dollar. Oké. Okay. Iedere morgen als u opstaat, hoe denk jij deze schulden te gaan betalen? Want kerja maken betekent, je moet het eens gaan betalen. Dat klopt, ja. En hoe ga jij dat betalen? Dus het is een grote uitdaging om het inderdaad te kunnen betalen. Ik moet bekennen dat ik niet in staat ben alle schulden af te lossen zoals dat hoort. Maar we praten met schuldeisers en we proberen tot een understanding te komen. En Kadja moet je betalen, inderdaad. Ja. Maar als je dat niet kan doen, dan moet je proberen te praten en proberen tot een overeenstemming te komen. En wat we kunnen betalen, dat betalen we. Maar wat we niet kunnen betalen, dan gaan we praten en kijken of we een stukje verlichting kunnen krijgen. Ja, de mensen hebben u vaker al gehoord, want u bent al bijna bij heel wat televisiestations langs geweest, zelf op persconferenties bent u geweest. Maar hoe serieus moeten wij het nemen, of de burger moet het nemen, dat je in principe de minister van Financiën bent, maar je bent de minister zonder geld? Ja, niet letterlijk uitgedrukt, maar figuurlijk. Ja, maar ook letterlijk. Ook letterlijk. Ja. Heel serieus, heel serieus. Een minister van Financiën die zo struggelt om geld te verzamelen elke maand om te betalen wat betaald moet worden. Mm. En dan moet u denken aan salarissen, AOV, pensioenen, essentiële diensten, subsidies. En daarnaast ook nog zijn hoofd moet breken om te kijken hoe de schulden afgelost moeten worden. Ja. Die mag u niet benijden. Voor u minister werd, was u directeur van Suriname's grootste verzekeringsmaatschappij, Assuria, met ook afdeling in het buitenland. Bent u nu meer gestrest? Of was je voorheen in die andere werkzaamheden minder gestrest? Welke baan is leuker geweest? Want ik denk dat je daar geen geld tekort had. Nee, dat klopt. Want je hebt een nieuw gebouw geopend voor je wegging. Ja, dat klopt. Het was een gemakkelijkere baan, laat ik het zo zeggen. Ja. Een baan waar je minder stress had. Ik heb ervoor gekozen, nagevraagd te zijn geworden. En ik wist dat het om een uitdaging ging.
En ik ga uitdagingen niet uit de weg. Maar dat het zo'n grote uitdaging zou zijn, had ik niet kunnen bevroeden. Ja. Maar goed, juist daarom ben ik meer gemotiveerd om mijn schouders eronder te zetten en mijn best te doen. Oké. Die schuldeisers, dat zijn buitenlandse schuldeisers en lokale schuldeisers. Hebben ze wel enig begrip om te zeggen wanneer jullie praten van oké, we kunnen meegaan met het denken in verband met de plannen die er nog zijn? Ja, je moet kunnen uitleggen, meneer Pirkan, dat je... Hey, by the way, kunnen we dat ding op Farid houden? Ja, is goed. Want ja. Jij en ik kennen elkaar. Ja. Jij bent wel minister, ik ga je minister roepen, maar je mag mij wel Farid. Want als prima. Je me meneer Pirkan roept, dan lijkt het alsof ik zo ver ben. Nee, dat kan. Oké, nee, prima. Is goed, dan gaan we elkaar toetwaaieren, prima. Ja. De vraag was of men er begrip voor heeft en wel... Je moet praten. Ik huldig één principe. Als je schulden maakt, moet je je schulden betalen. Mm. Punt uit. Als je niet kan betalen, om welke redenen dan ook, dan moet je gaan praten met je schuldeisers en dan moet je proberen hen ervan te overtuigen dat je goede bedoelingen hebt. Mm. Maar dat je niet in staat bent nu om aan je verplichtingen te voldoen. Maar dat ze op je mogen rekenen dat je je schuld gaat betalen. Maar soms moeten ze je daar ook wel bij helpen en in bijstaan. En dat is het proces wat wij nu aan het uitvoeren zijn. Oké. Dit is Rashid Pirkans Kala-Djorkal. Ik praat met minister Armand Achijbersing in deze uitzending. U als kijker en luisteraar gaan wij vandaag ook de gelegenheid geven om later de minister ook een vraag te stellen. Houdt u er wel rekening mee dat uw vraagstelling wel binnen het geheel van het ministerie van Financiën en Planning moet blijven? Dus u kunt de minister niet plotseling gaan vragen over iets dat hem niet als zodanig regardeert. Dan gaan we u daarvoor straks ook de gelegenheid voor geven. En u kent de principes van Kala-Djorkal. U mag uw vraag stellen, u mag een korte inleiding geven en u houdt het heel netjes zoals u bent. Minister Achijbersing, wat zijn onze bronnen van inkomsten? Je hebt geen geld, maar ergens moet je cashflow hebben. Er moet een dubbeltje in die pot komen. Van waar komen toch nog een paar dubbeltjes binnen? Nou, de belastingmiddelen, die zijn de voornaamste bronnen van inkomsten. Dan kennen we de directe belastingen, zoals loon- en inkomstenbelasting. En de indirecte belastingen, invoerrechten en accijnzen. En daarnaast hebben we niet-belastingmiddelen. Dat zijn zaken die u betaalt als u bijvoorbeeld een uittreksel gaat halen of andere diensten van de overheid afneemt. Dus in de belastingssfeer hebben we de belastingen, directe en indirecte belastingen en niet belastingmiddelen. Daarnaast hebben we inkomsten uit royalties. En dat zijn... inkomsten voor de staat die afgesproken zijn met bijvoorbeeld de goudmaatschappijen die een deel aan de staat contractueel moeten afdragen. Dat zijn de bronnen van inkomsten. Ja, maar als we kijken dat bijvoorbeeld bij de importen, de heffingen aan de poort, wat we noemen nieuwe haven, dan ga ik er gevoelig van uit dat die inkomsten niet als zodanig zijn toegenomen. Als we kijken dat die economie achteruit is gegaan, ga ik er gevoelig van uit dat de mensen ook relatief minder zijn gaan importeren. Of nou, heb ik het mis? Of is het door de unificatie van die douanekoers dat je dan toch een beetje meer krijgt? Door de unificatie ga ik wat meer krijgen, omdat de douanekoers aangepast is geworden. Ik heb nog niet kunnen constateren dat er minder geïmporteerd wordt. En we moeten daar ook een keer serieus naar kijken. Er wordt niet minder geïmporteerd? Nee, dat heb ik niet kunnen constateren. Integendeel, we importeren meer dan dat we exporteren. En dat legt een druk op de valutamarkt. Want als je importeert, dan moet je zakenrelatie in het buitenland, degene waar je de goederen bij betrekt, moet je in vreemde valuta betalen. Ja, meestal is dat US. Maar ondanks het feit dat de economie achteruit is gegaan, die koopkracht is achteruit gegaan, is de importvolume hetzelfde gebleven? Dus we moeten kijken wat het in de laatste maand gedaan heeft. Maar de cijfers laten zien dat in de
eerste 6 maanden van het jaar de importen meer zijn geweest dan de exporten. En ik heb niet het gevoel dat het drastisch is afgenomen. Maar we moeten de laatste maanden nog even meten en kijken. Jullie zijn ook van plan, de regering is van plan om over te stappen naar wat we kennen, BTW. Is een plan dat eerder ook geïnitieerd is geworden door de vorige regering. Ze hebben het niet kunnen uitvoeren om allerlei factoren van dien. Ja, wanneer zijn jullie van plan? Is er een timeline om te zeggen van, hey, we willen die BTW gaan doen? En mijn tweede vraag in aansluiting hierop. Die omzetbelasting die nu geheven wordt aan de poort, is cash contant aan de poort. Die heb je direct in handen. Hoe ga je die BTW innen, waar we weten dat onze retailhandel, voornamelijk onze retailhandel, kleinschalig is, zijn MKB-bedrijven. Hoe gaat dat systeem moeten werken? Want dat is achteraf inning. Nee, dat is niet helemaal achteraf inning. Eigenlijk wordt de omzetbelasting vervangen met de BTW. Om op uw eerste vraag te beantwoorden. We hebben gepland om de BTW in te voeren per 1 januari 2022. Dat betekent dat we ons iets langer dan een jaar de tijd hebben gegund om dat goed voor te bereiden. En wat we aan het doen zijn, is na te gaan waarom het niet gelukt was in te voeren. En als je dat geanalyseerd hebt, dan moet je diezelfde fouten niet maken natuurlijk. En wij staan een goede voorbereiding voor. Je moet zich voorstellen dat ook de handel voorbereid moet zijn op de invoering van BTW. Want we praten over systemen aanpassen. Het is een heel ander systeem dan de omzetbelasting. En ook de Belastingdienst moet daar goed op voorbereid zijn. Maar in principe komt het erop neer dat de BTW de omzetbelasting vervangt. Maar bij de BTW krijg je wel het systeem dat iedereen betaalt bij consumptie. De mensen die nu de omzetbelasting ontlopen, wat men zegt de informele sector, die gaat ook de BTW betalen. En als je consumeert, dan betaal je. Zo simpel is het. Ja, maar dus jullie hebben ruim tijd uitgetrokken voor implementatie? Ja, we willen een goede implementatie hebben. Want wanneer ik besluit om iets te implementeren, dan moet de kans op succes bijna 100% zijn. De overheid praat vaak dat de overheid haar lasten in staat is te betalen. Je hebt het aangehaald, personeelslasten, subsidie, AOV, kinderbijslag. Al die kosten moeten iedere maand betaald worden. Maar jij komt uit de particuliere sector. Je komt uit de particuliere sector. Dit is een changeover naar de overheid voor jou. En ik ben ook een particuliere. Wat hebben jullie in petto voor die particuliere sector in principe? Want die overheid praat steeds. Ik heb het gehaald. Maar wat gaan jullie betekenen voor de particuliere sector? Om te zeggen, hey, jullie kunnen een klein beetje meer gaan doen. Want dit heb ik voor jullie. Ja, nou, ik heb het gisteren gezegd bij de douane. Een bezoek aan de douane. Dat het systeem van vrijstellingen van invoerrechten aan evaluatie toe is. De particuliere sector, het systeem is gecreëerd om de particuliere sector te ondersteunen. Dat is één zaak. Een tweede zaak is dat, en met name de productie te ondersteunen. Hè. Een tweede zaak is dat in de fiscale sfeer ondersteuning gezocht moet worden. Wanneer particulieren en dan met name bedrijven, en dan moet je denken aan kleine, maar ook grote bedrijven, wanneer zij in problemen zijn, dan moet je vanuit de fiscale sfeer moet je proberen te ondersteunen en niet middels subsidies. Want bij subsidies praat je over objectsubsidies en dan ondersteun je ook bedrijven en mensen die dat in principe niet nodig hebben. Maar als je het in de fiscale sfeer brengt, dan kun je het bedrijf gericht of mensen gericht ondersteunen. En dat is het transformatieproces wat we aan het inzetten zijn bij de Belastingdienst. En dat betekent ook dat er sommige wetten aangepast moeten worden. Dat wordt nu allemaal in kaart gebracht. Maar het komt erop neer, meneer Pirkan,
dat we er niet trots op zijn dat we in staat zijn om operationele lasten te kunnen betalen, waaronder salarissen, et cetera. Wij moeten geld overhouden om de economie een boost te kunnen geven, om te kunnen investeren in de economie, te kunnen investeren in de productiesector. En het is dus niet voldoende om te zeggen, we hebben onze salarissen kunnen betalen. We zijn blij hoor, zeker als je nagaat van waar we komen, dat we in ieder geval deze stap gemaakt hebben. Maar de echte grote stap is wanneer je in staat bent als overheid om je begrotingstekort in toom te houden, geld over te houden om het bedrijfsleven en de productiesector te kunnen faciliteren. Ik vind het heel aangenaam dat je in die particuliere sector komt. Omdat, hoe heb je je gevoeld in die particuliere sector? Vonden jullie toen niet dat jullie veel belasting gingen betalen? Dat is 38%. En nu zit je aan de andere kant van die tafel. Het is een... En dan moeten we nog dividendbelasting betalen. Ja, er zijn zoveel belastingheffingen, ja, dat er in principe als je een echte boekhouding doet, ja, er weinig dubbeltjes overblijven. Ja, ja. Nee, kijk, je moet de belastingen in Suriname moet je vergelijken met wat in de regio aan belastingen geheven wordt. En dan kom ik tot de conclusie dat wij het niet slecht doen als het gaat om het tarief. Want ik weet dat, en die ervaringen heb ik, omdat we in het buitenland vestigingen hebben, dat de belastingen daar toch wel iets hoger liggen, ook voor het bedrijfsleven. Dan in Suriname. Maar als je productie wil stimuleren en bedrijfsactiviteiten wil stimuleren, de economie wil stimuleren, dan moet je soms incentives geven. Ik weet nog, toen ik pas begon te werken, dat we in Nederland de wet investeringsrekening hadden. Dat was in het leven geroepen om investeringen te stimuleren. Daar kreeg je een premie voor als bedrijf als je investeerde. Dat is ook afgeschaft toen het niet meer nodig was, hoor, toen die economie eenmaal op gang gekomen was. Dus er zijn genoeg zaken waar we in de fiscale sfeer het bedrijfsleven in kunnen ondersteunen. En daar wordt allemaal naar gekeken. Oké, dus men kan wat verwachten. Ja. Want jullie zijn er pas, dus ik weet dat je het nog niet hebt, maar het gaat wel komen. Ja, er wordt daar hard over nagedacht. Er zijn ideeën, het wordt ook uitgewerkt concreet. En wanneer het zover is, dan komen we er allemaal mee. Prima. Solidariteitsheffing, 10%. Een aantal mensen zeggen, hey, dat is geweldig. Die mensen die meer verdienen, laten ze betalen. Die mensen die meer verdienen, zeggen, ja, maar ik heb gestudeerd, ik ben naar school gegaan. Je moet me juist stimuleren dat ik harder ga werken, dat ik juist meer verdien. Waarom moet ik die 10% gaan betalen? Ja, ik kan beide argumenten begrijpen. Maar we zitten in een crisis. En de solidariteitsheffing is een tijdelijke heffing. Waarbij we zeggen, wij moeten solidariteit met elkaar kunnen tonen. Het is crisis, we hebben een behoorlijk gat te vullen. Als het gaat om overheidsinkomsten en overheidsuitgaven. Maar u moet zich ook voorstellen, elke cent aan subsidie wat ik moet betalen, komt ook van de belastingbetaler. En dat is geld wat uit de belastingssfeer gehaald wordt. En als je dat kan afbouwen, dan kun je ook relief brengen in de belastingen. Maar nogmaals, we moeten beseffen dat we in een crisissituatie zitten en dan moeten we bereid zijn om mee te helpen. En de mensen die dat, de sterkeren, die moeten wat harder duwen en moeten bereid zijn om een steentje bij te dragen. Oké, wanneer gaat dat in? Wanneer moest dat ingaan? Ik heb net begrepen, want voor je kwam, dacht ik, heb een belastingconsulent even gebeld. En hij zegt, er is nog geen duidelijkheid van de implementatie. Nee, nog niet iedereen is zo goed geïnformeerd, omdat wij, ons rapport ligt bij de SER en bij de Staatsraad en bij de Vereniging van Economisten om te becommentariëren. Maar die solidariteitsheffing, en we hebben gevraagd dat ze dat op korte termijn doen, omdat we de maatregelen snel willen inzetten. Want hoe langer het duurt, hoe langer
de pijn gevoeld gaat worden. Mm-hmm. Maar die solidariteitsheffing zal per 1 januari 2021 ingaan. Dat is in januari pas. Ja, Oké. Dus er is genoeg ruimte. Ja. Oké, we hebben een beller aan de lijn. Laten we de persoon even de gelegenheid geven, want ik kan anytime weer inkomen. Goedenavond, u bent in de uitzending. Gaat uw gang. Ja, goedenavond meneer Pirkan. Goedenavond minister. Ik heb een vraag voor de minister. In de tijd hadden we gehoord dat u weet, dat gaat eigenlijk meer over de oliemaatschappij Sol. Dat de overheid een heel grote schuld had bij de oliemaatschappij Sol. En dus de vorige overheid, hè, dus regering Boutersen. En er werd verrekend door middel van die government take. Kan de minister aangeven hoe lang nog die schuld afgelost moet worden of hoe lang het kan duren? Want wat het probleem nu is, de oliemaatschappij Sol beweert dat ze niet in een goede financiële positie zijn, waardoor ze de dealers, de service station houders, benadelen. Ze geven gewoon aan dat ze de overheid hen moet betalen en we kunnen ons niet onze volledige marge krijgen. Dus dat wil ik weten, hoe lang het nog zou duren dat de overheid hun volledig heeft betaald. Oké. Dank u wel. Het gaat om de olieimporten, het gaat om die schulden die jullie moesten betalen, ook aan die oliemaatschappijen. De unificatie is opgekomen, de benzineprijs is omhoog gegaan, dus wat hebt u aan te vullen hierop? Ja, nou, het is een actuele vraag. Wat de feitelijke situatie is, is dat er in principe geen schuld is aan Sol en aan Rubis, dus de maatschappijen die olie importeren. Behalve dat de dollars tegen 7,52 niet te verkrijgen zijn. Dus zeggen de oliemaatschappijen, u heeft de olieprijs vastgesteld op 7,52, de brandstofprijzen. Dus u moet ervoor zorgen dat ik ook de dollars tegen 7,52 kan inkopen om te kunnen importeren. Maar als die dollars er niet zijn, dan zijn ze er gewoon niet. En dan is er een regeling getroffen met Sol door de vorige bewindvoerder. Door Sol te faciliteren, van ga maar de vrije markt op. En als jij een dollar kan kopen tegen 14, dan mag je het verschil tussen die 14 en die 7,52 van die government take die jij aan mij moet afdragen, aftrekken. Dat betekende... Dus jullie kregen niks? Dat betekende dat er weinig geld richting overheid kwam. Daar is een overeenkomst mee getekend. En ik ben in gesprek met Sol om te kijken hoe wij hier een oplossing voor kunnen bedenken. Mm-hmm. Maar hetzelfde probleem heeft Rubis ook, maar met Rubis was er geen overeenkomst getekend. Mm-hmm. En ook Rubis heeft, ik dacht iets meer dan 30 miljoen US dollar, waarvan ze zeggen, maar die zou ik tegen 7,52 moeten krijgen. Mm-hmm. En we zijn in gesprek om te kijken hoe we dit kunnen oplossen. Dus dat is de verrekening van de oude schulden? Dat is in principe de verrekening van een oude schuld. Van die oude schuld? Ja. Oké, dit is Kala Jorkal. We praten met minister Armand Agijbersting. Hij is de minister van Financiën en Planning. Minister, Oké, we proberen. Ik geef altijd de beller eerst de voorkeur, omdat ik altijd door kan babbelen met u. Ja. Goedenavond, u bent in de uitzending. Gaat uw gang. Dag meneer Pirkan, met mevrouw Kittoru. Ja. Ik wil iets vragen aan de minister. Hij heeft het over inkomsten krijgen. Hè? Waarom kunnen ze dan die wet van de minister, eenmaal minister, altijd minister, niet weghalen? Daar kan je toch veel geld krijgen. Oké, dank u wel. Ik begrijp u. Het komt er op mijn principe neer, waarop die mevrouw is, dat ik al tig keren hier hoor in die uitzending. Maar ik denk niet dat het een aangelegenheid voor u is. Het is een politiek besluit. En het is ook een wetgevingsbesluit voor de Nationale Assemblée. Om wanneer iemand afgetreden is als minister en na een jaar heeft gediend, die in aanmerking komt na dienstverzoek,
op een directeursniveau uitkering. En dat stoort het publiek. Ja. Dat stoort het publiek. Ja. Maar heb jij een eigen mening, los van een regeringsmening? Ja, nou, kijk, je dient als minister. En als je je 5 jaren volgemaakt hebt, dan kunnen 2 dingen gebeuren. Je kunt terug naar een andere baan. Maar als je 5 jaren gewerkt hebt, dan is het vaak moeilijk om een andere baan te vinden. En ik ben van mening dat mensen die het land gediend hebben, dat je die niet broederloos moet laten. De vraag is echter, tot welke hoogte moet je gaan? Hoe groot mogen de faciliteiten zijn? En die discussie moet gevoerd worden. Is het te ruim? Mag het wat afgeslankter? Maar ik ben wel van mening dat wanneer ambtsdragers afgetreden zijn na 5 jaar of 10 jaren het land gediend te hebben, dat ze niet van de een op de andere dag broederloos gemaakt moeten worden. Maar nogmaals, de discussie over hoe ruim moeten de regelingen zijn, ja, dat moet gevoerd worden. Oké, president Chan Sant-Toki had hier in mijn uitzending gezegd, voor hij president werd, aan de vooravond van de verkiezing overigens, dat hij er wel naar wilde kijken om het in een redelijke verhouding te brengen. Dat is exact wat ik zeg ook. Ja. Oké. Dit is Kalajorkal. Minister Armand Agijbersing, daar praten we mee. U bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer Brigan. Ik kan vragen naar meneer minister Agijbersing. Sinds jaar en dag horen we van belastingen op onroerend goed. Tot dag heden hebben we nooit meer gehoord, omdat misschien mensen die grootgrondbezitters zijn, eraan moeten leiden. Waarom komt dat niet? De andere vraag is, dat ding van solidariteitsheffing. Het is gemakkelijk om mensen die eigenlijk die dichtbij dat systeem zitten, om van hen dat solidariteitsheffing te innen. Maar er zijn heel wat instanties die eigenlijk belasting ontduiken. Waarom wordt er daarmee een lijn getrokken van jullie doen aan de noden doen zoals een ieder mens? Maar het lijkt alsof een bepaalde groep het moet gaan omgelden voor iemand anders. Oké, dank u wel. We hebben u begrepen. Dit is Rashid Pierkans Kalajorkal. De volgende beller wil ik graag een verzoek doen als u inbelt. Het op 1 vraagstelling te houden, zodat meerdere mensen de gelegenheid krijgen ook om vragen te stellen. Het komt op die discussie van 10 jaren dat je het hoort over eventuele onroerend goedbelasting. En dat is niet op de agenda, begrijp ik. Ja. Nou, dat is niet zo. Is wel op de agenda? Het is wel op de agenda en het is zelfs uitgerekend al. Mm-hmm. Er zijn voorstellen uitgerekend, maar dit vergt wat meer voorbereiding. Kijk, we zitten er pas en wat men niet moet verwachten is dat we in 3 maanden alle maatregelen die we in ons hoofd hebben, die we op papier hebben, dat we die uitgerekend hebben, wetten aangepast hebben. Want bij sommige maatregelen moet je wettelijke regelingen bekijken en eventueel aanpassen, dat we die in 1 keer uitgevoerd hebben. Maar ik kan u zeggen, de belasting op onroerend goed staat op de agenda. Ik heb voorstellen gezien van rekenmodellen, van aanpassingen. Dus dat gaat komen. Oké. Het is wel bekend dat die grondhuurtarieven omhoog gaan. Grondhuurbelasting. Ja. Dat is toch niet hetzelfde? Nee. Maar die grondhuurbelasting, dat is al een feit, die gaat omhoog. Die gaat ook omhoog, ja. Ja, maar de regering wil ook, populair gezegd, grond gaan verkopen. Grondconversie. Conversie, ja. Ik noem het een beetje populair, verkopen. Ja. Hoe moet dat gaan werken? Het systeem is dat als je een stuk grond hebt, een kavel hebt, met de titel van erfpacht of grondhuur, dat je de mogelijkheid krijgt om het om te zetten in eigendom. Uiteraard tegen betaling van een bepaald bedrag. En
dan heb je dus een titel waar er meer zekerheid op staat en waar je, laat me zeggen, met de bank makkelijker zaken zou kunnen doen, makkelijker kan overdragen aan je kinderen of erfgenamen. Je niet meer druk hoeft te maken om vervalt, is mijn grondhuur vervallen en moet ik het op tijd gaan verlengen, want vaak houden we dat niet in de gaten. Je hoeft je niet meer druk te maken over de jaarlijkse kanon die je moet gaan betalen op grondhuur en dat soort zaken. Dus dat biedt de mogelijkheid aan mensen om wat meer zekerheid te hebben door hun grondhuurperceel om te zetten in eigendom. Maar ik heb me altijd afgevraagd, als iemand een grond heeft in erfpacht, dat is die oude titel, en die delen zijn voor 75 jaar. En er wonen en werken mensen al misschien twee generaties, of tweemaal 75, 150 jaar, whatever. Waarom zou iemand het moeten kopen als hij er toch al gebruik van maakt? Om twee redenen. We kennen genoeg gevallen dat ouders zijn komen te overlijden en zaken niet goed geregeld zijn. Mm-hmm. En dan heb je de papa aan het dansen. Dan krijg je dat boedelprobleem. Ja, we kennen ook genoeg gevallen waarbij, want grondhuur is 40 jaar, dat het verlopen is, niet verlengd is. We kennen genoeg gevallen dat mensen denken dat het van hun is, maar ondertussen is het anders geregeld, toch? En zeker als het gaat om niet bebouwde percelen. Daarnaast biedt eigendom wat meer zekerheid. Als je naar de bank stapt, dan bij grondhuur kun je ook wel lenen. Mm. Maar als het gaat om eigendom, heeft de bank wat meer zekerheid. Dat het van jou is, dat het een betere waarde heeft dan grondhuur. Prima. Dit is Rashid Pierkans, Kal Ajor Kal. Wij praten met minister Armand Achijbersing. Die beller had nog één vraag, maar ik kom straks daarop terug. We gaan de persoon die nu aan de telefoon is, dus even de gelegenheid geven. Goedenavond, u bent in de uitzending. Gaat uw gang. Bedankt voor het wachten. Meneer Pirka. Ja, gaat u gang. Ik luister naar de regering, hoor. Ik luister hoe ze eigenlijk, laten we zeggen, naastig op zoek zijn naar geld. Oké? Als jullie nu de ambtenaren inzetten, de overtollige ambtenaren inzetten, om smokkel, let op smokkel van alle producten, onder controle kunnen krijgen. Gaat u zien hoeveel de legale spelers in dit land hun bijdrage gaan leveren. Ja? Okay. Misschien heeft u geen idee hoeveel geld producten opbrengen die legaal binnenkomen. En als je smokkelt bijvoorbeeld van soppie, van sigaretten, dat kan controle. Dan ziet u dat u zelf, ik heb uitgerekend dat ze wekelijks een 8 miljoen SRD binnen kunnen halen aan accijnzen. Zo simpel als dat. Okay. En er hoeft geen regelgeving gemaakt te worden, want de regels zijn er al. Okay. De regels op smokkel is er al. Het feit alleen dat de ambtenaren de winkels bezoeken, gewoon bezoeken tijdens werktijden of na werktijden, dan gaat u zien hoeveel geld binnen een week binnenkomt. Prima. Alsjeblieft. Oké, dank u wel. Minister Armand Achijbersing, smokkel van producten, voornamelijk kostbare producten. Sigaretten is een hot item. Alcohol is ook een hot item. Ik heb ook begrepen van sigarettenimporteurs, legale importeurs, dat bij hun de import zijn afgenomen, omdat het verschil wordt gedekt door smokkelproducten. En dat geldt ietsje minder relatief, maar ook voor alcoholgebruik. Ik heb ook mezelf afgevraagd, ik weet niet of je het doorberekend hebt. Want men had de bedoeling die invoerrechten te verhogen op sigaretten, met het idee, je gaat meer geld krijgen. Maar heeft men het wel, hebt u het misschien tijd gehad om het door te plassen, te krijgen van, krijg ik wel werkelijk relatief nou meer of krijg ik minder door die extra heffing? Ja. Smokkel moet je tegengaan, dus ik ben het helemaal eens met de meneer die gebeld heeft. Ik neem de suggestie mee, maar je moet om dit soort werk te kunnen doen, moet je ook een beetje getraind worden. Ik weet dat economische zaken mensen in dienst heeft die controleren,
Maar ik neem de suggestie mee om dat wat nadrukkelijker te doen en misschien meer mensen in te zetten. Farid, bij het bepalen van de crisismaatregelen, want we moeten de crisis bezweren in eerste instantie, tot stand brengen, pak je de maatregelen die het grootste effect hebben. Daar concentreer je je op. We hebben geëvalueerd welke maatregelen direct het meeste effect hebben. En we zijn tot de conclusie gekomen dat accijnzen op gedestilleerd en tabak, dat het ook wat zal opleveren, maar niet in die mate in verhouding met de efforts die je erin moet stoppen. Dus het staat ook op de lijst. Maar het heeft niet de hoogste prioriteit gehad. Correct, in verhouding qua met geld, in geld uitgedrukt. Juist. Ja. Ja. Oké, okay. Dit is Kalaadur. Ik wil even terugkomen op die vorige beller. En hij had het veel over eventuele belastingen die niet geïnd kunnen worden. Hoe staat die dienst er nou tegenover? En de president had ook kenbaar gemaakt. U had het ook kenbaar gemaakt. Er komt iets als een fiat à la Holland. Wat zou dat moeten gaan voorstellen? En die fiat zou onder het ministerie van Financiën vallen, uiteraard. Ja, ja. Kijk, de meneer had het over de solidariteitsheffing en dat het de groep is die makkelijk gepakt kan worden. Ik kan het niet helemaal oneens zijn met de meneer, laat me het eerlijk toegeven. Maar nogmaals, het is de groep die het kan betalen. Ja, ik heb aangegeven dat degene die die solidariteitsheffing moet bijdragen, dat is de groep die meer dan 150.000 per jaar verdient. En dan is het ook nog dat je over het meerdere solidariteit toont. Hè? Dus als je met een voorbeeld 180.000 per jaar verdient, dan betaal je over die 30.000 meer een stukje solidariteitsheffing. Dus de druk zal meevallen. Het is een solidariteitsheffing. Het is tijdelijk, maar het is ook crisis. Hè? Anders hadden we het niet gedaan. De Belastingdienst ondergaat een transformatie. En ik moet direct erbij zeggen dat het management, het bestaand management van de Belastingdienst, zeer enthousiast de transformatie ingegaan is en ingezet heeft. Omdat men beseft dat zoals het nu is, dat het anders moet. Maar ze moeten daarin ook gefaciliteerd worden, ondersteund worden. Daarnaast zijn wij bezig een fiscale recherchedienst op te zetten. Noem het fiat. We moeten nog een goede naam wat past aan onze Surinaamse omstandigheden bedenken. En als het fiat moet zijn, dan is het fiat. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, want we kunnen ook kijken hoe anderen het doen. En dat hoeft niet per se Nederland te zijn, maar we kijken vaak naar Nederland, omdat het systeem en zeker het belastingssysteem van daaruit is overgenomen. Ons rechtssysteem is van daaruit overgenomen. En misschien doen we het zelfs, verfijnen we het dan wat het in Nederland is. Ja, destijds, de regering Venetiaan, in het ontwikkelingsverdrag en dan ook daarna het raamverdrag, waren er verschillende samenwerkingen met verschillende departementen, verschillende ministeries. Er was toen ook een fin-fin relatie met Nederland, dus het ministerie van Financiën van Suriname en respectievelijk die van Nederland. Minister Albert Ramdin is naar Nederland geweest, hij heeft reeds politiek overleg gevoerd, dus er gaat nu in het tweede traject gek ervan uit dat er ambtelijk overleg komt tussen departementen. Gaat dat ook ter tafel komen, dat er een samenwerking komt met het ministerie van Financiën op ministerieel niveau voor uitwisseling van know-how, krachten, expertise, etc. Want je hebt dat alles nodig. Ik zeg niet per se van Nederland, maar je hebt het nodig om je dienst op te bouwen. Ja, die samenwerking komt er. Er komt een overleg op hoog ambtelijk niveau, waarbij de samenwerkingsgebieden geïdentificeerd en afgesproken gaan worden. Mijn staf is bezig om dat te beschrijven, waar wij
de samenwerking en de hulp nodig hebben. En dat gaat zeker komen, ja. Oké. Minister Agaibersing, daar praten we mee. Hij is minister van Financiën en Planning in Rashid Pirkans Kalajorkal. Minister, u hebt een bestedingspatroon. Iedere maand moet u dat doen. Een soort maandelijkse exercitie om lasten te betalen, kosten te betalen. En een van de zaken zijn subsidies. En er ontvangen veel instanties subsidies van die overheid, een heleboel. Welke controlemechanismen hebt u in werking of gaat u in werking stellen om te zeggen van hebben deze mensen werkelijk subsidies nodig? En doen ze rapportage om te zeggen van waar zijn die gelden wel naartoe gegaan? Want als je geld van de bevolking geeft aan een instantie als een vorm van subsidie, dan wil u wel toch weten dat het goed is besteed. Ja, zeer terechte vraag, meneer Pirkan. Overigens, ik zit elke ochtend met mijn mensen te kijken hoeveel geld we hebben en wat we die dag zouden moeten en kunnen betalen. Dus het is elke ochtend van 8 uur tot 9 uur zitten en aan een stukje cash management doen. En dan kijken hoeveel we gespaard hebben om aan het eind van de maand die grote betalingen te kunnen doen. Straks, morgen, moeten we de pensioenen betalen. En AOV direct daarna. Een van mijn eerste acties was dat ik alle parastatalen heb aangeschreven. waarbij ik ze gevraagd heb mij te rapporteren hoe ver zij zijn met hun jaarverslagen. En als ze niet bij zijn, dat ze mij vertellen, een schema geven van hoe ze denken dat in te lopen. Ik heb nog niet van allemaal reactie gehad. Een tweede ding is dat ik de instanties die subsidie ontvangen gevraagd heb mij eerst te vertellen hoeveel geld zij hebben vergaard en uitgegeven. En vertellen waarom ze zoveel subsidie nodig hebben. Want ik wil weten hoe jij je huishouden gedraaid hebt. Want het is anders te makkelijk om subsidie te vragen. En ik weet niet wat jij met jouw inkomsten gedaan hebt en waar je het dan uitgegeven hebt. Het is een proces. Het is, ik durf te stellen dat het een gewenningsproces is voor de mensen. Maar u kent mij, Farid. Ik let op de centen. En als het niet nodig is, dan ga je het ook niet krijgen. Je moet ook eerst er zelf voor werken. Ook als instantie, als organisatie. Dus in principe komt het erop neer als de mensen die dat nog niet deden eraan moeten gaan wennen dat ze een rapportageplicht gaan hebben. Dat is ook zo doorgegeven en afgesproken met ze. Ja. Kalajorkal, Armand Agaibersing, minister van Financiën en Planning, praten we mee. Goedenavond, u bent in de uitzending. Bedankt voor het wachten. Ik spreek met Ryan. Ja. Goedenavond, minister. Ik hoor al weken en maanden en jaren van elke regering die komt over geld met dollars en dit en dat. Ik denk misschien dat de beste oplossing is dat men gewoon die valutawet, zo snel mogelijk moet bekijken. Want ik vind van als men exporteert en men die deficit verdient en men ze gewoon daar op de bankrekening houdt en een deel maar om hun vaste lasten te betalen, want dat zei de minister bij een van zijn laatste programma's, dat ze zo toch aan een paar valuta's komen. Ik vind dat men tenminste 80-90% van het verdiende valutageld gewoon hier moet storten. Want het kan niet zo zijn dat je land, dat je uit mijn land, ons land, Suriname, goud, hout, andere producten exporteert. En wij als bevolking genieten er niet van, maar een kleine groep geniet ervan. Dus ik denk dat het beste is dat men naar die wet moet bekijken en dat zeker moet meenemen, zodat de hele valutawet geregeld zou worden. Oké, dankjewel. Minister, ik heb ook begrepen dat die valutawet weer bekeken wordt. Men bekijkt er weer naar. Maar wat is de stand van zaken momenteel van mensen die exporteren? Ja. Wat mogen ze houden en wat moeten ze terugbrengen? Wat is de stand van zaken? Ja, inderdaad wordt gewerkt aan de valutawet. En als het gaat om exportdeviezen, dan is er door de centrale bank al met een aantal exporteurs afgesproken
om een deel van de exportdeviezen te repatriëren en te verkopen aan de centrale bank. Dus wat de heer Ryan zegt, dat gebeurt al deels. Maar ik ben het eens met de heer Ryan dat we dat wettelijk ook goed moeten regelen. Maar ik weet dat de centrale bank met een aantal exporteurs goede afspraken heeft om een deel te repatriëren. Ja, maar het probleem vroeger, en ik weet niet meer welk termijn, was dat men die exporteurs ook verplicht ging stellen, lang geleden, ik dacht de jaren 80 of de jaren 90, somewhere down the road, dat ze hun deviezen moesten storten. Maar ze hadden een koerswisselingprobleem. Ze kregen niet de juiste koers, waardoor die exporteur werd benadeeld. Want dat gaat ook die issue zijn. Gaan ze de juiste koers krijgen? Of mogen ze dan met valuta behouden? Ja, nou, dat was dus het probleem toen we die koers van 7,52 nog hadden. Ja. Een exporteur die wilde niet een dollar tegen 7,52 verkopen. Mm-hmm. Nu die koers aangepast is, is dat argument komen weg te vallen. En je merkt inderdaad dat exporteurs nu wel willing zijn om hun vreemde valuta te brengen naar officiële instanties zoals de centrale bank en de algemene banken. Exporteurs doen liever zaken met officiële instanties dan dat ze, maar als het verschil te groot is, dan gaan ze om de hoek. En dat voordeel heeft dus die unificatie meegebracht. En zoals ik eerder zei, de centrale bank heeft goede afspraken met een flink aantal exporteurs. Hmm. Maar dat moet nog verder uitgebouwd worden. Oké. Kala Jorkal, Armand Achaibersing praten we mee vandaag. Is de eerste minister die ik heb uitgenodigd in een serie van ministers. En de belangrijkste minister roep je altijd als eerste, populair gezegd, de minister van Geldzaken. Want de rest van die ministeries zijn allemaal afhankelijk van hem. Oké, dus je roept altijd eerst de belangrijkste. En daar praten we mee vandaag in deze uitzending. Minister Achaibersing, Armand, de regering praat ook over privatisering. Wat wil men gaan privatiseren? En hoe gaat die privatisering eruit zien? Ik weet dat die discussie nog op gang is, dat weet ik wel. Maar gaat er een blueprint gemaakt worden, processen in place gebracht worden van wat en hoe wat geprivatiseerd moet worden? Want we praten ook al 10 jaren over privatisering. De vorige regering had zelf een instituut opgericht, ik weet niet meer hoe dat ding heette, die over privatiseren, dat ding was valikant mislukt, niks is gebeurd. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Je moet eerst vaststellen welke bedrijven en diensten voor jou als overheid essentieel is. En die moet je behouden, die moet je zelfs verder gaan versterken. En wat niet essentieel is, moet je proberen af te stoten naar de particuliere markt. En dat is privatiseren. Je moet mensen bereid vinden die belangstelling hebben om dat bedrijf over te nemen en verder te draaien en tot succesvolle bedrijven te maken. Wij zijn doende om te inventariseren wat de overheid allemaal bezit aan bedrijven, maar ook aan aandelen in bedrijven. Want de overheid bezit niet alle bedrijven volledig, maar heeft ook aandelen in bedrijven. En we zijn daar een beleid op aan het formuleren. Er zijn wat ideeën die uitgewerkt worden, ook samen met de banken hoor, om te kijken welk model het beste is om dat stukje privatisering in te zetten, zodanig dat het nu wel succesvol kan zijn, maar voor de overheid ook iets kan opleveren. Ja. Dus dat proces wordt ook ingezet. Okay. Maar in geval het proces, het denkwerk is nog aan de gang, want jullie zijn, hoe lang zijn jullie er al? 4 maanden? Nu, morgen 3 maanden. Hè? Dat lijkt wel 3 jaar, hè? Ja. Oké, maar het is pas 3 maanden. Ik neem aan dat die discussie op gang is. Paperwork gaat in orde. Nee, overmorgen. Overmorgen. Ja. Oh ja. Okay. Dus nog net geen 3 maanden. Nog net geen 3 maanden, prima. Maar er gaat een proces op gang komen. Maar wanneer jullie in die discussie voeren, praten jullie dan over eventueel, mocht het ooit zo ver komen, de identificatie heeft plaatsgevonden, regelgeving is gemaakt. Gaat het opengesteld worden ook voor internationale organisaties en zo niet bedrijven buiten? Om te zeggen, jongens, ik wil die company ook wel overnemen. Ja, we houden alle opties open. Alle opties, ja. Prima. Maar uiteraard, je geeft eerst voorkeur aan je eigen mensen, eigen bedrijven. Maar alle opties houden we open.
Oké. Kal A. Jorkal, Armand Achijbersing, praat we mee. De minister van Financiën. Goedenavond, u bent in de uitzending en bedankt voor het wachten. Ja, goedenavond. Ik spreek met Charles Kizunzing. Ik wil een vraag stellen aan de minister. De eerste minister, ik stel op prijs dat u in de media komt, zodat u kunnen bereiken. Heel dank daarvoor. Mijn vraag gaat over het wisselkoersarrangement. Mijn vraag is, aangezien de centrale bank niet in staat is om de marktkoers te beïnvloeden, aangezien er niet zoveel reserves zijn, is het dan wel verstandig om een beheerszwevende wisselkoersarrangement op na te houden? Zou het niet beter zijn om zoals we het toen met Governor Gersie gehad hebben, om een zwevend systeem te hebben waarbij elke week eigenlijk de gewoon gemiddelde van de markt als koers vaststellen? Want we zijn natuurlijk geen vrienden in Jeruzalem. We zien nu al dat de koers buiten commerciële banken, die er eigenlijk niet mag zijn, maar wel een beetje weg begint te lopen van onze unificatiekoers. En dat leidt ertoe dat de banken dan ook hun concurrentiepositie verliezen. En dat dan die exporteurs dan een deel ervan dan weer op die zwarte markt gaan. Graag uw advies of reactie daarop. Dank u. Oké, bedankt voor de vraag. Het is begrijpelijk, er ontstaat een gap tussen die bankkoers en wat we noemen die straatkoers. Die gap is er. En hoe groter die gap wordt, hoe sneller de mensen naar de straat gaan. Ja. Ja. Nee, dit is een vrij interessante vraag en waar we ook discussies over gehad hebben. Het koersarrangement wordt niet door de minister bepaald, maar door de centrale bank. Dat is een prerogatief van de centrale bank, van de governor van de centrale bank. Maar het arrangement zoals het nu is, is inderdaad dat er sprake is van een beheerst zwevende wisselkoers. Je moet het dan ook kunnen beheersen, kunnen vasthouden. En daar is de uitdaging. Maar er zijn inderdaad meningen die zeggen, laat die koers los en laat de markt dat volledig bepalen. En dan volg je wat de markt zegt. Dat zijn visies waar er nog over gepraat wordt. Maar wat is uw visie? Hoewel het niet direct u regardeert, whatever, maar wat is uw visie erover? Nee. Want zolang die straatkoers gaat blijven, en althans die gap groot blijft. Ja, kijk, mijn visie is een wisselkoersregime afhankelijk van hoe je het kan beheersen. In beide gevallen, of je het nou een beheerszwevende regime noemt of een zwevend regime. Je moet die koers kunnen beheersen, je moet kunnen interveneren. En dan maakt het in principe, als je dat kan doen, niet uit of er sprake is van een beheerszwevend koers of een zwevend koersregime. Wij zijn nu onze reserves aan het opbouwen, alles aan het doen om dat beheersinstrument op te bouwen. Hè? En de koers te kunnen stabiliseren. Ik erken dat er krachten zijn die daar niet in meewerken, omdat ik niet durf te geloven dat er in Suriname onvoldoende deviezen aanwezig is. Ja. Maar het is, en misschien moet ik het marktmechanisme noemen, dat niet volkomen is, niet perfect is. Maar wij moeten er naartoe werken als overheid, dat wij in staat zijn om de markt te beheersen. Wij moeten het kunnen beheersen en niemand anders. Dat is waar het om gaat. Kala Jorkal, minister van Planning, Financiën en Planning, praten we mee. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja, heer Farid en meneer Achijbersi, goedenavond. Goedenavond. U spreekt tot de heer Rewat. Ik wil het hebben over de belastingen. Mensen willen graag belasting betalen, maar als ze een uitdraai hebben, saldo is 7.000, maar er is rente daarop 5.000. Dus dat moet hij 12.000 gelijk betalen. Die persoon gaat nooit naar de belastingen. Kunt u, meneer Achijbers, een systeem ontwerpen dat die rente wordt weggewerkt? Die personen komen spontaan belasting betalen. Ik heb daar gewerkt 36 jaar. Ja, ik ben pas met pensioen een jaar. Mijn naam is Rewat Kisurk, maar mijn nummer is 3x8-0202. Mensen willen graag betalen hoor, maar die rente, het houdt hen tegen. Maar welke rente is dat? Wat voor rente? Oh, boeterente. Die mensen willen spontaan betalen, ja.
maar die rente moet weggewerkt worden en hij moet niet van brief schrijven naar de inspecteur. Het wordt zo behandeld 1 jaar, 1 maand, 2 maanden, een hele lange bedrijf. Ik heb daar gewerkt. Vroeger kon het weg, je hebt een uitdraai, je gaat naar beneden, zeg je wil gelijk betalen, die rente wordt gelijk weggehaald en je gaat direct betalen. Okay. Mensen willen, we hebben geld nodig, land heeft geld nodig, gaat je er werk van maken met een geheim zien? Oké, okay. Prima, dank ja? u wel, dank u wel. Moet ja, de rente, hè? Ja, volgens mij ken ik meneer Rewat, ook van de belastingen. Mm-hmm. Meneer Rewat, bedankt voor de vraag. Het systeem van de belastingen wordt, hoe gek het en paradoxaal het klinkt, klantvriendelijk gemaakt. Het systeem wordt nu, daarom praat ik over transformatie van de belastingen. Het systeem wordt nu zodanig gemaakt dat men niet met een bocht om de belastingdienst heen loopt, maar dat men de verplichting die men heeft ook bereid is na te komen. En daar past ook de kwestie van rente in. Daar past ook in, wanneer je moet restitueren, dan moet je dat ook doen, op tijd doen. Ja. En het op tijd opleggen van aanslagen, het op tijd doen van aangifte. Dus zoals het management van de Belastingdienst zegt, wij gaan de rode loper uitleggen voor de belastingbetaler, zodanig dat men niet het gevoel heeft zoals meneer Rewat dat verwoordt. Want dat, okay. dat is op dit moment het geval. Doordat jullie pas hebben overgenomen, morgen is 3 maanden? Ja, overmorgen. Overmorgen is 3 maanden. Ik feliciteer je dat je het alvast hebt overleefd, 3 maanden. Want het is ook een overlevingstraject om dit mee te maken. Maar ik wil komen, heb je er ook over nagedacht om te zeggen van kijk, mensen zijn hoogwaarschijnlijk achter, allerlei soorten redenen. Om te zeggen van, hé jongens, we geven jullie een graceperiode en komen jullie binnen een jaar en kom een korting halen en betaal die gasten en dan beginnen we heel vriendelijk opnieuw. Ik kan niet te veel vertellen omdat ik de mensen van de Belastingdienst die hiermee bezig zijn voor de voeten loop. Mm-hmm. Maar er wordt gedacht aan een systeem waarbij nogmaals het betalen van belastingen niet een hobby gaat zijn meer. Dus we moeten niet bang zijn voor het gebouw? Nee, absoluut niet. Want mensen dat zijn bang voor het gebouw. Ja, ja, ja. Huh? Dat is zoals het nu is, maar het gaat getransformeerd worden. Oké. Okay. Ja. Dus dan hou ik je aan, dan ga ik u dat de andere keer vragen. Ja. Dit is Rachid Pierkans, Kalajerkel. Goedenavond, u bent in de uitzending en bedankt voor het wachten. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, gaat uw gang. Minister Aghaibersing. De ambtenaren gaan eind van de maand een verhoging krijgen van 50%. November gaan die seniorenbeuren, kinderbijslag en mensen met een beperking verhoging krijgen. Mag ik weten als burger van waar de regering met al dat geld gaat komen? Want er wordt telkens gezegd, er is geen geld. Jullie hebben een rommel, een lege kas overgenomen. Dat ontken ik niet. Dat bevestig ik wel. Dus mag ik weten van waar de regering met dat geld gaat komen? Want het moet niet zo zijn dat u de samenleving, dat de regering de samenleving 10 SAD geeft als verhoging en achteraf 8 SAD weghaalt. En als dat nog niet genoeg is, gaan die prijzen de lucht in. Dat was mijn vraag. Oké, dank u wel. Die mevrouw komt er in principe op neer van waar vinden jullie dat geld? Want jullie gaan verhogingen geven in al die sociale sectoren ook. En aan de aankaart kan zeggen, zo waarschijnlijk is die verhouding van die verhoging niet in vergelijking met wat er op de straat gebeurt. Ja, ja. Nou, dat is een zeer interessante vraag en een goede vraag. Wanneer de belastingmaatregelen getroffen worden, die inderdaad leiden tot het meer betalen van belastingen, dan moet je ook kijken naar welk deel van de samenleving je moet ondersteunen. En zeker als er sprake is van
een unificatie in de mate zoals wij die gehad hebben. Dan moet je kijken naar dat deel van de samenleving die ondersteuning nodig heeft. Dus de gelden die gebruikt worden om te ondersteunen, die komen uit de extra maatregelen die we nemen. Ja, maar de bedoeling kan niet zijn dat je maatregelen treft en alles direct weer weggeeft, want dan is het poe broekoe weer broekoe toch? Dat moet je niet doen. Je moet iets overhouden om die gap die je hebt, het verschil tussen inkomsten en uitgaven, te kunnen dichten. Maar dus de verhoging van de AOV, van AKB, mensen met een beperking, zwakke huishoudens, dat is de groep die echt ondersteund moet worden. Misschien niet iedereen wat AOV betreft, want u heeft die verhoging niet nodig, meneer Pirkan. Maar ik heb wel mijn leven lang gestort. Ja, ja, dus daarom krijg je het ook, hè? Ja. Ik vind, het is een wettelijke recht. Nee, nee, ja. Ik heb gestort. Ja, ja, ja. Iedereen. Dus in feite moeten de mensen die niet storten, ja, die niet betalen, die moeten blij zijn. Ja, die moeten blij zijn, ja, maar het is een algemeen. Maar ik begrijp wat u bedoelt. Ja. Dat was, ik begrijp, ja, dat is een klein, ja, beetje humor erin, ja, mag wel. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja. En dan de kwestie van de salarisaanpassing van 50%. De mevrouw heeft helemaal gelijk. Het geld is er niet. Maar ik heb altijd mijn vraag gesteld. Ik wil even terugkomen. Ja. Waarom hebben jullie in die onderhandelingen met CLO, want het is een afspraak tijdens de vorige regering gemaakt, jullie zijn het komen aantreffen, jullie hebben niet meer aan CLO uitgelegd hoe benard de situatie is. Jullie hebben het uitgelegd. Waarom konden jullie ze niet overtuigen om te zeggen, kijk, we willen die overeenkomst naleven, maar geef ons toch een jaar of geef ons wat meer zuurstof. Hebben jullie die Het is precies wat ik wilde gaan vertellen. Oké, vertel maar. Oké. Ja, het is iets wat overeengekomen is voor onze periode. Wij zijn in gesprek met de organisaties. En we hebben ruimte gevraagd om te doen wat we moeten doen om de crisis te beheersen. En in een later stadium te kijken wat we moeten doen. Die gesprekken, dat overleg is nog gaande. Ik moet constateren dat de vakbondsleiders wel oor hebben naar onze argumenten, omdat de cijfers gepresenteerd zijn geworden en men kan zien hoe groot het probleem is. En die gesprekken zijn gaande en ik heb goede hoop dat we eruit komen. Maar nu zijn er ook wel groepen en mensen die beginnen aan de weg te timmeren, want ik hoor aan een paar, en ik ga geen oordeel vellen of het nou juist is of niet, zeggen van wij willen ook aan de beurt komen, omdat hun loon loopt niet gelijk met datgene wat ze op straat vinden, luister van de ambtenaren. We zien onder andere mensen van academisch ziekenhuis, die zeggen ook al tegen die directie daar, want uiteindelijk gaat die directie bij jou schellen, uiteindelijk. Ja, kijk, wanneer er sprake is van subsidie en we zitten in een dergelijke benarde situatie, dan kunnen we net zoveel eisen als we willen. Ik kan ook zeggen aan de CLO, ik geef je die 50%, maar ik zeg in één adem, maar ik ga niet kunnen betalen. Daar heb je ook de poppen aan het dansen, toch? Of ik zeg, ik betaal iedereen 60% van het salaris. Is dat wat we willen? Laten we proberen de crisis eerst te bezweren, om de knieken te krijgen. En dan, wanneer er sprake is van betere tijden, dan gaan we ook de koek beter verdelen. Met minister Armand Achijbersing praten we vandaag in de Rashid Pirkan Skalajorkal, de eerste minister die ik heb uitgenodigd uit de serie van 17 ministers en de belangrijkste minister voor mij, want dat is de minister van, populair gezegd, geldzaken, waarvan alle andere departementen afhankelijk van zijn. En hij kan een beeld geven en hij geeft overigens ook een beeld van wat hij iedere dag doet en waarmee hij te maken krijgt. En wij geven u daarom ook de gelegenheid om op een heel nette manier de minister ook een vraag te stellen. Dat noemen we interactie met het publiek. U bent in de uitzending. Goedenavond. Goedenavond, de heer Pirkan en de minister Achijbersing. Een vraag. De ex-minister van Financiën heeft een aantal ambtenaren
ambtenaren van de belasting thuisgezet onder het mom van hervorming. Een aantal van ze zijn onder behandeling van arts en dergelijke. Deze regering heeft bekendgemaakt dat ze ambtenaren die thuisgezet zijn geworden en gaan oproepen om hun werk te hervatten. Hoe zit het met de ambtenaren van de belastingen? Ook bij de douane, de inspecteurs, 2 of 3 jaar terug thuisgezet, worden ze terug opgeroepen om hun werk te hervatten. Dat was mijn vraag, of mijn vragen. Oké, dank u wel. Minister, gaat u gang? Dat is duidelijk, neem ik aan. Ja, de instructie die ik gegeven heb is dat iedereen aan het werk moet komen. Ik heb op het ministerie ook stafleden aan het werk teruggebracht die thuisgezet waren. En wat je merkt is dat deze mensen met veel enthousiasme het werk oppakken. Dat geldt ook voor de belastingambtenaren. Die mensen die worden teruggebracht naar het werk en daar waar ze dus in staat zijn om het werk te kunnen doen, worden ze ingezet. Wij gaan iedereen inzetten. In ieder geval vanuit mijn verantwoordelijkheidsgebied wordt iedereen ingezet die door de overheid betaald wordt. Minister, er wordt al 10 jaar gepraat in ons land en nu ook weer. Het lijkt op een never-ending story te worden. Dat we zeggen dat het overheidsapparaat is gewoon even te groot. Iedere regering neemt op zijn eigen niveau en zijn eigen verantwoordelijkheid steeds meer mensen bij. Om allerlei redenen nemen ze mensen bij. Uiteindelijk moet u die mensen allemaal gaan betalen. Hoe denkt deze regering om te gaan met eventueel overtollige ambtenaren waarvan die overheid zegt, maar hey, ik kan deze diensten met minder mensen draaien. Men durft het woord sanering niet in de mond te nemen. Men heeft mooie woorden als hervormingen en public reform programs. Wat is de gedachtegang hierover? Ja. U weet, Farid, dat de overheid de president een commissie heeft ingesteld om de mensen die kort voor de verkiezingen, misschien zelfs na de verkiezingen, in dienst zijn genomen om dat te evalueren of dat op rechtmatige wijze is geschied, correct is geschied en daar besluiten over te nemen. Maar het is overduidelijk dat het ambtenarenapparaat een waterhoofd is geworden en dat het afgeslankt moet worden. Wij hebben gediscussieerd over programma's die we gaan inzetten. Ik weet, en u heeft het volgens mij ook al in de krant gezien, dat het ministerie van Arbeid een soort vacaturebank heeft ingesteld waarbij ondernemers binnen het ambtenarenapparaat kunnen kijken naar mensen die geschikt zijn om over te nemen. Waar we ook naar kijken is horizontale doorschuiving. Ik heb bijvoorbeeld de directeur van het statistiekbureau gesproken en die zegt, ik heb mensen nodig. Ik zei, directeur, dan gaat u binnen het ambtenarenapparaat zoeken naar die mensen en niet van buiten. En als u het niet kan vinden wat u nodig heeft aan kwalificaties en competenties, pas dan gaan we buiten kijken. Dus er zijn programma's die ingezet worden. Er zijn ook nog wat andere ideeën hoor, ambtenaren die door particuliere bedrijven overgenomen worden en eventueel ook gesubsidieerd worden met afbouw van de subsidie. Want elke besparing in salaris is een besparing. Dus komt er conclusie op neer als ik bij wijze van spreken 3 mensen nodig heb en ik kan in die vacaturebank gaan van arbeid en ik zeg daar zijn er toevallig 3 geschikte mensen die passen bij mij. Hoeveel gaan jullie me betalen? U gaat een deel betalen en wij gaan... Maar je bent geldzaak, ik wil ja, niet. Ja, ja. En wij gaan gedurende 3 jaar gaan wij afbouwen. Oké, dus u zodat zegt... Zodat u na 3 jaar... Dus u zegt, u levert mij een correcte kracht en in verhoudings, in de discussie neemt de nieuwe werkgever een deel en de oude werkgever neemt een deel en er is een afbouwmodel. En er is een afbouwmodel, ja. Oké, is dat al ingegaan of gaat het nog in? Nee, dat moet nog geformaliseerd worden. Maar dit is het idee wat ik... Ik denk dat als dat gaat werken, ja, de bedrijfsleven wel gebruik van gaat maken, omdat hij een deel van die lonen gaat betalen. Ja, ja.
Ja, wanneer kunnen we beginnen? Maar alvast met afbouwen, hè? Dus op een gegeven moment ja. moet u in staat zijn om het volledig over te nemen. Correct. En elk deel wat u betaalt is een besparing voor mij. Zo moet u het zien. Ja, want u gaat ook minder betalen. Juist, exact. Ja. Prima. En dit idee moet nog geformaliseerd worden. Oké, heel goed idee in elk geval. Er wordt nagedacht. Ja. Kala Jorkal, live doen we het met minister Armand Achijbersing. Goedenavond, u bent in de uitzending en bedankt voor het wachten. Ja, goedenavond meneer Farid en meneer de minister. Ik had één vraag alleen. Ik wil de minister vragen. Ik heb 38, 10 jaar, ik heb in de overheidsdienst gewerkt. En vanaf jaar 1 heb ik mijn 10% pensioen gestort, AOV gestort, statiegevans gestort, alles gestort. En na mijn pensionering. En tot nu toe wordt het een loonbelasting op mijn pensioen ingehouden. Dat wil ik met de minister vragen. Ga ik met die loonbelasting in mijn graf? Want ja. Ik heb zo lang, dus ik heb 38 jaar alles betaald. Die 10% betaald op die bruto salaris. Ik dacht dat ik na mijn pensioen ga ik gewoon mijn pensioen genieten. Maar op die pensioenen van die overheidsdienst wordt ook die loonbelasting ingehouden. Dat wil ik met de minister vragen. Hoe zit het met dat? Oké, dank u wel. Minister Achijbersing, deze vraag heeft een mevrouw mij afgelopen zaterdag ook gesteld. Dat ze weer op hun pensioenbelasting moeten betalen. En ik had er geen antwoord voor, maar u bent hier. Dus we luisteren graag. Het is uit te leggen. De premie, de pensioenpremie, wat ingehouden wordt op het salaris tijdens actieve dienst, daar wordt geen belasting over geheven. Dus de belasting wordt geheven op het loon na aftrek van die pensioenpremie. Dat noemt men de ommekeerregel. Dus als je op de premie geen belasting heeft, het bruto inkomen, stel, laat me het met een rekenvoorbeeld uitleggen. Als je 1000 SRD verdient en je pensioenpremie is 100 SRD, ik noem even gekke bedragen hoor, dan wordt belasting berekend niet op 1000, maar op 900 SRD. Dus over de pensioenpremie betaal je geen belasting. Maar dat betekent dat je over het pensioen dan wel belasting betaalt. Zo werkt het systeem. Oké, dus men heeft in principe niet betaald in de eerste aanhef. Tijdens de actieve periode heeft men over de premie bijdrage geen belasting betaald. Ah, oké, want die vrouw beweerde dat ze... Ja, ik begreep het ook niet, maar nu begrijp ik het wel. Ja, ja. Dus dit stukje kan ik voor ze herhalen. Ja. Dus tijdens de actieve dienst hebben ze er in principe niet over betaald. Ja. En het wordt aan die start genomen, aan het eind. Ja, juist. Ja, oké. Ik hoop dat dat duidelijk is voor die meneer. Misschien kan hij in zijn... En het heeft een voordeel, hè, meneer Pirkan, omdat pensioenen zijn lager dan het salaris. Dus je betaalt daar relatief minder belasting over dan wanneer je het tijdens je actieve dienst zou doen. Mm-hmm. Ik weet niet of het helemaal juist is wat ik zeg, maar volgens mij is dat wel zo. Oké. Dit is Rashid Pirkan Skala Jorkal. Het is onze eerste aflevering in ons nieuw seizoen waar wij praten met een minister uit het kabinet. Santokki Brunswijk. We praten met minister Achijbersing. We gaan even eruit voor een kleine break en dan zijn we straks weer terug met minister Achijbersing in deze uitzending. Begint u uw vraag ook even goed te formuleren? Het is adviseerbaar dat u het even opschrijft en graag wanneer we terug zijn per beller één vraag. Dank u wel. Tot straks. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkan, Skal A. Jorkal. Mijn naam is Farid Pirkan, ik presenteer u deze uitzending en wij praten vandaag in deze aflevering met de minister van Financiën en Planning, de heer Armand Achijbersing. Minister Achijbersing, de regering is haastig op zoek naar financiële middelen en de president heeft dat al vaker bekendgemaakt, dat men praat met mensen op de kapitaalmarkt. Om te kijken. Men praat ook met internationale organisaties, de World Bank, IMF, om enige support te kunnen geven. Wat is de stand van zaken daarmee?
Nou, de gesprekken zijn gaande. Er zijn goede aanbiedingen gedaan door partijen. En wij, Farid, we gaan niet over één nacht ijs. We kijken heel serieus en consensueus naar alle aspecten. Omdat wat je niet wil is dat je door in zee te gaan, te snel in zee te gaan, omdat je in problemen bent met partijen, dat je daardoor, omdat je een oplossing ziet, maar achteraf blijkt het geen oplossing te zijn, nog groter probleem te zijn. Dus wij nemen onze tijd en in alle rust bekijken we alle zaken, alle aanbiedingen die onze kant uitkomen en dan gaan we de keuzes maken die voor Suriname het beste zijn. Ik kan u vertellen dat er veel aanbiedingen zijn, maar juist daarom kijken we er heel rustig en consensueus naar. Ja, een van de opties waarmee ook waarschijnlijk jullie al gesprekken voeren zijn in de opstartfase, dat is IMF. De vorige regering, daarmee hebben we geen goede ervaring met het IMF gehad, niet vanwege het feit van verschillende redenen, want de eisen van het IMF waren al zodanig dat toen de regering het niet kon uitvoeren en toen heeft men die stekker abrupt eruit gehaald. En zover jullie die discussie voeren met IMF en in zee gaan van IMF, kijken jullie ook wel naar de voorwaarden van hun en of wij die voorwaarden kunnen gaan uitvoeren? Ja, je hebt twee routes. Je kunt zeggen, ik neem de voorwaarden van IMF over. Of je hebt de route dat je zegt, ik maak mijn eigen programma en dat ga ik de mensen van het IMF daarvan proberen te overtuigen. En met name dit tweede traject zijn wij ingegaan. Het programma wat wij inzetten is ons programma. Wij weten het best wat voor ons land nodig is en het beste is. En dat is het programma wat wij ontworpen hebben en uitzetten. En uiteraard als je steun wil van IMF, want die steun is nodig, dan moet je dat bediscussiëren en moet je komen tot consensus, overeenstemming. En dat is wat ook gaat gebeuren. Maar wij gaan niet iets doen waarvan wij bij voorbaat vinden dat het onuitvoerbaar is en dat het tot andere. Dus het zou in principe wel een programma moeten zijn van kijk, we moeten het eigenlijk wel doen vanwege de economie, maar die samenleving moet het ook kunnen dragen. Uiteraard. Want uiteraard. Je kan geen 20 stenen zetten op iemands schouder en hij staat neer. Nee, dat moet je ook niet willen doen. De nog samenleving moet het begrijpen en dragen. En begrijpen en kunnen dragen, ja. Prima. Kala Adjorkal, minister Armand Achaibersien, goedenavond. U bent in de uitzending en bedankt voor het wachten. Goedenavond, meneer Peerkang. Goedenavond, heer minister. Ik wil beginnen u een complimentje te geven. Ik hou van de manier waarop u praat. Rustgevend, ik luister graag naar u. Ik begrijp dat u het heel erg moeilijk heeft. Ik krijg alle ondersteuning van mij. Maar ik heb een vraag voor u. Kunt u me exact aangeven hoe lang ik nog gaatjes moet boren in mijn riem? Want ik heb eerste instantie gehoord 6 maanden. Nu hoor ik de president zeggen 4 maanden. Daarna hoor ik eind januari gaat 9 maanden urgentiefase in. Kunt u me alsjeblieft een beeld geven van hoe lang het allemaal gaat duren? En tenslotte een suggestie. Ik wil niet aan uw beleid komen. Maar mijn man is buitendienstambtenaar bij de Belastingdienst. En hij klaagt al jaar en dag over zijn vervoerstoelage. Dat is meestal onderwerp van gesprek bij ons sinds we getrouwd zijn. De vervoerstoelage die hij krijgt is nauwelijks genoeg om van en naar het werk te rijden. Als de overheid geen geld heeft om ze extra hun vervoerstoelage te verhogen, kan er niet misschien ingekomen worden met wat benzine op weekbasis als compensatie of zo. Nogmaals, gaat u door met uw werk, gaat u door met het voorleggen van het volk. Succes. Oké, dank u wel. Minister Achaibersien, is duidelijk? Ja. Laten we met die riem beginnen. Ja. Wij hebben gezegd dat we 9 maanden uitgetrokken hebben om uit de crisis te geraken. Uiteraard proberen we dat zo snel mogelijk te doen. En als we die 9 maanden kunnen inkorten, dan zijn we met z'n allen blij.
Dus laten we nog even vasthouden aan die 9 maanden. We zien goede vooruitzichten. Dus het kan best zo zijn dat we veel sneller uit de crisis raken dan die 9 maanden. Maar laten we ons nog even focussen en vasthouden op die 9 maanden. En als dat veel eerder kan... Ik wil even een aanvulling doen op die 9 maanden, of al 4 maanden of 6 maanden, dat maakt even niet uit. Wat kunnen die mensen, want als we steeds blijven herhalen, uit 9 maanden zijn we uit de crisis. Wat bedoelen jullie naar de mensen toe uit die crisis? Een stukje stabiliteit. Oké, stabiliteit. Stabiliteit, okay. En waarbij de mensen kunnen vooruit kunnen kijken naar een stukje groei van de economie. Oké, dus die 9 maanden, ja. Kunnen we zeggen, we hebben rust, we hebben stabiliteit en we kunnen van daaruit weer de trap op. Ja. Prima. Ja, dat is de bedoeling. En als we eerder de trap op kunnen gaan, dan gaan we dat zeker doen. Want dat is het streven. Ja. Ja, dus je moet proberen eerder de trap op te stappen. En die tweede vraag was, die mevrouw was, de man werkt ook bij de dienst, maar hij ging over de vervoerstoel achter. Ja. Ik heb mevrouw aangehoord. Ik wil mevrouw nogmaals bedanken voor haar inzet. Ik heb haar aangehoord. Ik neem dit mee en ik ga dit bespreken met het management van de Belastingdienst. Oké. Met de minister van Planning, Financiën praten wij vandaag. Minister Armand Gijbersien, is een leuke interactie. U merkt dat u uw vragen kunt stellen. En ik bedank u ook dat u dat tot nu toe heel positief heeft gedaan. En laten we het zo houden tot einde van deze uitzending. Goedenavond, bedankt voor het wachten. Gaat uw gang. Ja, goedenavond minister, meneer Farid, tot inder, goedenavond. Ik wil de minister een vraag stellen. In hoeverre hij positieve financiële advies heeft uitgebracht aan de president dat ten goede komt van het volk. Want tot nu toe voelen we het allemaal in sport met de maatregelen. En ik hoop als hij advies heeft, dat er daarin is ook opgeroemd de ambassades die het land zoveel kost. Want de minister praat steeds over crisis. En de laatste verhoging koers naar 14, dat de parasitale bedrijven die een vaste koers maken per maand, dat ze ook in die 14 vallen. En de rest van de ambtenaren mogen gewoon kijken en huilen. Fijne avond, thank you. Oké, dank u wel. De ambassade staat regardeert minister Albert Ramdien. Maar daar gaan een heleboel Amerikaanse kwartjes en euro's naartoe. Dus die discussie is al altijd gezegd van, hebben we zoveel ambassades nodig en moeten we niet gaan saneren? En heb je dat geld wel om die mensen iedere maand te betalen? Mijn collega Albert Trampin. Ja, want dat praten. Is eigenlijk voor hem. Ja. Ja, maar toch kan ik er iets van vertellen. Omdat wij veel in overleg zijn, minister Ramdien en ik. En ik weet dat hij reeds in kaart gebracht heeft waar er gesaneerd moet worden. Ambassades, waar er een upgrading moet plaatsvinden. En wat het allemaal kost. En dat is allemaal in kaart gebracht. En de bedoeling is om ook daarin te gaan snijden. Daar kan ik de mensen van verzekeren. Minister Ramdien heeft daar goed zicht op. En hij heeft zijn plan al klaar. En hij is het zelfs al aan het uitvoeren hier en daar. En dan de financiële adviezen. Daarvoor heeft de president me aangetrokken, neem ik aan. Ik begrijp waar de meneer het over heeft. Het is niet een prettige situatie. De maatregelen die genomen worden, worden niet altijd als prettig ervaren. Maar ik wil nog eens een keer benadrukken dat als we deze maatregelen niet nemen, dat we veel verder van huis zouden zijn. De meneer zou niet weer in een benzinerij, als hij dat ooit gedaan heeft, in een benzinerij willen staan zoals wij dat gedaan hebben in de jaren 80 en begin 90. Schaarste aan alles. We hebben ook in de rij gestaan voor aardappelen, uien en toiletpapier en dat soort zaken. Dus soms moet je pijnlijke maatregelen nemen om het straks veel beter te kunnen hebben en niet slechter. Zo moet men dit beoordelen, de crisismaatregelen die genomen worden. En het is echt niet
de bedoeling om mensen pijn te doen. Integendeel, deze maatregelen worden genomen zodat de mensen het beter kunnen hebben. Want anders doen we het niet. Als het niet nodig is, doen we het niet. Goedenavond, bedankt voor het wachten. Dit is Kala Jorkal, u bent in de uitzending. Ja, goedenavond, Farid. Goedenavond, minister. Ivan, ja. Als u zegt dat, laat zeggen, na 9 maanden de situatie stabiel wordt, dat snap ik helemaal. Ik heb ook economie gehad, dus ik snap het allemaal. Maar aan de ene kant, wat gaat het betekenen voor de bevolking? Want de salarissen gaan niet omhoog, behalve als dat van de ambtenaren doorgaat, maar van het bedrijfsleven. Gaat niet omhoog. De koopkracht is minder geworden, omdat men niet zoveel kan uitgeven. Wat zit erin voor het volk om hieruit te komen? Want zolang het economisch niet goed gaat, zolang de bedrijven ook niet door middel van deze, vanwege deze COVID-crisis, niet goed verkopen, dan kunnen ze hun werknemers ook geen salarisverhoging geven. Dus het is eigenlijk een vicieuze cirkel, lijkt het, waarin we nu zijn beland. Mm. En ten tweede wil ik even aandacht vestigen, het is geen vraag, maar een suggestie. Het bedrijf Kelotti, dat is in 2012 hier gevestigd om goudstaven te internationaliseren en te verkopen. Als we internationaal checken, is dat criminelen, corruptelingen, dus in feite hun gestolen geld omzetten in goudstaven, want dat kunnen ze ergens goed onder de grond bewaren en het vergaat niet, of ergens in brandkasten en je komt er echt niet achter. Wanneer ze na een x-aantal jaren uit de gevangenis zijn, dan zijn ze nog steeds schatrijk. Dus ik weet zeker dat wanneer u de administratie gaat opvragen bij Kelotti, indien dat mag, strafrechtelijk, dan gaat u zien dat heel wat van die bekende mensen hebben gekocht. Okay. En de koers, als het dus eigenlijk, als het stabiliseert, gaat die koers omlaag, want internationaal is een koers nooit echt omlaag te gaan, tenzij er een andere munteenheid wordt ingevoerd. Dus dat is misschien ook een suggestie. Prima, dank u wel voor uw 3 vragen. Eerste vraag was over particulier bedrijfsleven. Als het bedrijfsleven ook minder omzet, kunnen ze ook uiteraard niet meegaan met de lonen. Ik praktiseer het ook zelf. Soms wil ik hoe graag ik de mensen die hier voor mij hun diensten verrichten, maar ik heb die turnover gewoon niet meer. En uiteindelijk zeg je, gelukkig mensen begrijpen het hoogwaarschijnlijk wel, want ze kijken me nog heel erg lief aan. Want je kan het aan de gezichtsuitdrukkingen zien, als je ze groet. Maar een aantal mensen over het algemeen zullen het hoogwaarschijnlijk niet begrijpen. Want economie, dat regardeert hun niet. Wat hun regardeert, ik moet geld in mijn portemonnee hebben. Dus wat voor support is er naar het bedrijfsleven toe? Want ik had begrepen, je kunt direct aanvullen, de centrale bank maakte iets bekend. Dat je bij de banken terecht kan om geld te gaan lenen. Graag een nadere uitleg daarover. Ja. Nou, het is duidelijk dat de COVID-pandemie een behoorlijke, de economie van Suriname een behoorlijke slag heeft toegebracht. Het is niet prettig om in een lockdown-situatie terecht te komen als mens niet, maar als bedrijfsleven zeker niet. En zeker de horeca en toerisme sector hebben daar zwaar onder te lijden. Het is dus duidelijk dat onze economie behoorlijk geraakt is geworden door COVID. On top of de economie zelf zoals we die aangetroffen hebben. Het beleid dat gevoerd is geworden. Dus het is een dubbele slag, een dubbele mokerslag. Laten we het zo verwoorden. En de bedrijven die lijden daaronder. De centrale bank heeft met de algemene banken afgesproken dat ter ondersteuning van deze bedrijven leningen verstrekt zullen worden tegen lagere rentes en andere betere condities dan normaal het geval is. Dus ik ga ervan uit dat dat ook zo uitgevoerd wordt. Maar ik weet dat er genoeg bedrijven zijn die genoeg veerkracht hebben, reserves hebben om hun mensen te ondersteunen.
Ik heb zelf bij zo één gezeten en ik weet dat dat altijd gedaan is geworden. Het is niet de eerste keer dat we in een crisissituatie beland zijn geworden. En daar waar de mogelijkheden liggen, worden medewerkers, werknemers ondersteund. Maar het is inderdaad niet een makkelijke situatie. Maar juist daarom zeg ik, laten we er met z'n allen alles aan doen om hieruit proberen te komen. Ja, want erin blijven is ook geen optie. Dan gaan we alleen maar eronder blijven lijden. En laten we er nu echt alles aan doen om eruit te komen. Om het bedrijfsleven weer, uiteraard rekening houdende met de medische aspecten van COVID. Mm-hmm. Want dat moet je niet onderschatten. U ziet dat Nederland weer in een dingen terechtgekomen is. En ook Frankrijk en andere landen waar ze dachten dat het beheerst was. Wij moeten ervoor zorgen dat we niet in een dergelijke situatie terecht gaan komen. Anders is de pijn nog harder en nog erger. Ja. Minister, die meneer had nog een andere vraag, maar we gaan die vraag even parkeren. Ging over Carlotti, maar daar komen we straks op terug. We gaan even de beller de gelegenheid geven. Want als het een mobiel is, dan gaat die bel toch goed ook op, hè? Goedenavond, bedankt voor het wachten. U bent in de uitzending. Goedenavond, Farid. Goedenavond, heer minister. Alvast, ik wil u, minister, heel hartelijk dank zeggen voor uw openhartigheid en de manier hoe u ons als volk uitleg geeft van onze situatie hier in ons land. Maar ik heb een vraag voor u. Een van de zaken die speelt, en dat hebt u ook vanavond gezegd, het afbouwen van subsidies. En een van de zaken die ik aan u zou willen vragen, heer minister, hoe denkt u om te gaan met in het bijzonder stichtingen die werken met mensen met een beperking, die helemaal aangewezen zijn op de subsidie van de overheid? Sommige van die stichtingen hebben bijna een jaar tot twee jaren geen subsidie mogen ontvangen van de overheid en hebben het vaak moeten doen met donoren of donaties van binnen en buitenland. Hoe denkt de overheid deze stichtingen te hulp te komen, zodat wij de mensen met een beperking toch nog een stukje liefde kunnen geven waar zij als mens ook recht op hebben? En het gaat dieper dan dat, want vaak is het ook zo dat deze mensen, deze kinderen, volwassenen, komen uit een hele moeilijke sociale omgeving. De mensen hebben het vaak heel moeilijk en zijn dan ook aangewezen op deze stichtingen om ze te helpen met hun kinderen, hun ouders of broer of zus. Graag van u, heer minister, hoe denkt de overheid de stichtingen te hulp te komen om toch nog dat deel te geven aan deze mensen? Dank u wel en gaat u zo voort. En ik hoop dat we allemaal met z'n allen eruit mogen komen. Goedenavond. Oké, dank u wel voor uw vraagstelling. Minister Achijberzing? Ja, wat bij mij voorop staat is mensen die hulp nodig hebben, die hulp ook te bieden. Waar ik als eerste naar kijk, zijn de subsidies te betalen aan de stichtingen en organisaties die dat hard nodig hebben. U moet zich voorstellen, Farid, dat we een subsidie betalen aan kindertehuizen, maar we betalen het niet nog voordat ze een verantwoording afgelegd hebben. En die grote organisaties die leggen geen verantwoording af, maar krijgen vele malen meer subsidie. Ja, dus in mijn beleid is het sociale aspect staat voorop. Dus ik zou adviseren aan de meneer om, indien de stichting nog niet geregistreerd staat bij sociale zaken, om daar een aanvraag neer te leggen. En dan wordt daar serieus naar gekeken. En ik kan de meneer verzekeren dat wanneer hulp geboden moet worden, dan gaan we dat ook doen. Oké, okay. Kala Jorkal met Armand Achijbersing, de minister van Financiën en Planning, praten wij. De vorige beller had het ook over Carlotti.
Hebt u er iets in gehad? Er zijn overeenkomsten met deze in Dubai. Is een Dubai en een Londen bezig gevestigde organisatie? En hoe staat het met die organisatie precies in elkaar? Ja, ik heb gesprekken gevoerd met de directie van Kagati en ik heb jaarverslagen ontvangen. Zij zijn bij met hun jaarverslagen. U weet dat de overheid 10% aandeelhouder is in Kagati. Toen het opgericht werd, heeft Kagati 60% aandelen en de overheid 10%. En de andere 30% is in handen van andere partijen. Ik heb gekeken naar Kagati omdat de boodschap of de indruk die de meneer heeft inderdaad ook bij mij gewekt is geworden. Dus ik heb in een vrij vroeg stadium gesprekken gehad met de directie van Kagati in een openhartig sfeer. En wat ik eruit gehaald heb is dat de overheid een stukje dividend heeft kunnen krijgen ook voor haar 10%. Okay. Dus er is aandacht geschonken aan Kagati. Mm. Oké, minister, we gaan naar onze afronding toe. Ik heb nog twee laatste vragen voor u. We gaan de bellers niet meer. Ik pak de twee laatste vragen voor mezelf. Er is zoveel gepraat geworden in het verleden en in het heden over wat bekend staat als diaspora kapitaal. We weten wel dat recentelijk er een commissie is geïnstalleerd die al datgene in kaart moet gaan brengen over hoe moet dat ding precies gaan werken. Want mensen gaan niet met een koffer via Sandré binnenkomen en huppelen. Oké, jongen, jullie Hollandse en ik heb hier een koffer. Wat is je gedachtegang hoe het moet gaan werken? Want het moet regulier gaan gebeuren, zover mensen geïnteresseerd zijn. En het moet via het bankwezen gaan. Wat is je gedachtegang daarover? Los van het feit dat die commissie nog moet gaan werken. Ja, die commissie is al aan de slag. Kijk, er zijn wettelijke regelingen die je moet inventariseren, die beperkend kunnen werken in het faciliteren van diaspora kapitaal. En als je dat geïdentificeerd hebt, dan moet je kijken hoe je daar mee omgaat. Dus dat is een van de zaken die de commissie ook inventariseert. Maar vervolgens moet je ook een structuur creëren om op een transparante wijze het kapitaal binnen te kunnen brengen. De mensen zijn pas begonnen. En ik denk dat de mensen de ruimte gegund moet worden om dit nauwkeurig en nauwgezet. En ik weet dat de voorzitter van de commissie iemand is die vrij nauwgezet te werk gaat om dit nauwgezet uit te voeren. Ja, waarom ik die vraag eigenlijk stelde, want ja, je hoort mensen die het hoogwaarschijnlijk minder goed begrijpen. Die dachten van oké, er is een nieuwe regering, men heeft gepraat over die en dan gaan we 200 miljard of 2 miljard, whatever, gaan ze huppelend binnenkomen hier met koffertjes en geld in hun koffer. En steeds die mensen uitleggen, dat werkt in principe niet zo. Want je zal het ook wel horen dat mensen zeggen, ja maar waar zijn die diaspora mensen, waar is dat geld? Weet je wel? Dus, ja. Maar goed dat je het uitgelegd dat het in kaart gebracht moet worden. Ja, ja. Je moet ook rekening houden met wettelijke regels. Hè? En wat je niet moet doen is in je enthousiasme proberen fouten te maken, omdat je bepaalde wettelijke regelingen over het hoofd gezien hebt. En dan ben je misschien verder van huis. En dat moet je niet doen. Ik ben voorstander van rustig, geduldig naar zaken kijken, goed evalueren. In depth bekeken en vervolgens daarop reageren en je beweid maken. Okay, minister Armand Agijbersing, tot slot. U had in gedachte, of u hebt het nog in planning, een obligatie uit te zetten, waarbij je een x% rente zou geven. Hoe gaat dat te werk en gaat dat nog doorgaan? Wij zijn nog in gesprek met de banken die ons hierin ook bijstaan. Dus dat is nog niet van de tafel. Om het zo zeggen. Ja, maar de bedoeling is als het door mocht gaan, dan zouden mensen mede in kunnen participeren. Ja. Ja. Maar als ik het goed begrijp, is het niet alleen voor diaspora mensen, hè? Het is ook voor lokalen. Nee, het is voor in principe lokaal, omdat het ontwerp zodanig is dat je een US dollar belegging in SRD kan betalen, lokaal, maar ook
voor de diaspora beschikbaar. Correct. Ja. In aansluiting hierop maken mensen zich toch een beetje zorgen. Ik zou niet zeggen alle mensen, ik wil niet generaliseren, maar je hoort het ook. Die zeggen van, hey, straks doet deze regering even goed werken. Na 3-4 jaar hebben ze genoeg fondsen verzameld en ze zijn geparkeerd bij de centrale bank. En dan komt er straks weer een andere regering en dan gaan ze weer met mijn reserve ervan door. Dat is wel een klein beetje angstig voor die mensen. Ja. Maar laten we zeggen, er is eens geen Achaibersing op die stoel. Ja. Je weet wat ik bedoel. Ja, ja, maar Farid, het zijn de mensen die bepalen wie hun regering vormt. He, dus als de mensen ervoor kiezen om de verkeerde mensen op de stoelen te plaatsen, dan kun je daar weinig tegen doen. Daarom denk ik dat men... met de ervaringen die men heeft en heeft gehad, dat men de juiste keuzes moet maken in de toekomst. Oké, okay. Minister Armand Achaibersing, u bent mijn eerste gast geweest in Rashid Pirkans Kalanderkul uit de serie van 17 ministers die ik in stappenplan ga uitnodigen. Ik wil u bedanken dat u pakweg 2 uren met me hebt willen babbelen, ik noem dit babbelen, en dat u in een zeer aangename manier ook bent omgegaan met de mensen die hebben mogen inbellen. Ik wil u veel succes toewensen. Ik ga u voorlopig niet roepen, dus reken er niet op. Maar ik ga u wel uitnodigen als er iets nieuws gaat gebeuren. Iets nieuws gaat gebeuren, want u bent briefvoerig uitgegaan op verschillende materies. En ik hoop dat dat ook begrijpelijk is geweest voor de kijker en de luisteraar. Ik wil u ook dank zeggen voor de gelegenheid meegeboden, Farid. Maar ik wil vooral dank zeggen aan de vragenstellers voor hun opbouwende kritieken, want dat is wat we nodig hebben. En hun ondersteuning. Ik zeg u heel hartelijk dank. Dank u wel. En dit was het dan voor deze aflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans, Kal Ajor Kal. Inshallah, dan ben ik er weer zaterdag met een nieuwe aflevering. Ik dank u wel. Ram Ram, namaskar, goede havis, salam alaikum. Dit was Farid Pirkan. Voor Rashid Pirkans, Kal Ajor Kal. Dag.